ben Klaas Zijlstra, ik ben 22 jaar oud en ik ben gitarist en bandleider. Ik ben momenteel heel druk met het organiseren van Naar de Hemel. Naar de Hemel is een evenement in Bolsward in Friesland, waar ik vandaan kom. Het is een soort Night of the Proms-achtige avond met lokale muzikanten en zangers en zangeressen. En vindt altijd plaats op de vrijdag van de 4 dagen durende stadsfeesten. Het evenement wordt dit jaar voor de 25e keer georganiseerd. En we zijn in december begonnen met de voorbereidingen. En we, dat is dan het team waarmee we het dit jaar doen. Tijdens een aantal vergaderingen hebben we eigenlijk de setlist bedacht. We hebben bedacht wat er dus gespeeld gaat worden op de avond zelf. En hebben we bedacht welke zangers hier uit de buurt dat zouden kunnen. We gaan bellen en daarna zijn we gaan repeteren. Dus we zitten nu midden in het proces. Een aantal repetities gehad. Nog een aantal repetities te gaan. Waaronder repetities met blazers en dat soort leuke dingen. En dan is het eind juni zover. Ik ben nu in het Juliana Park in Bolsward. Hier gaat het allemaal gebeuren op 29 juni. Over dit pad lopen die dag meer dan 4000 mensen richting het podium en gaan daar genieten van een hele mooie avond vol met muziek. It's the house telling you to close your eyes. Hier staan straks 4000 mensen te kijken naar het podium. Het podium komt hier. Er komt nog een groot VIP-deck, barretjes, mensen kunnen hier eten. Dus nu nog weinig voor te stellen, maar hier gaat het allemaal gebeuren straks. Oké, we zijn hier in de muziekboerderij. Dat is het plaatselijke oefenruimtecomplex van Bolsward. Het is de 6e repetitie vandaag. We gaan 16 of 17 liedjes achter elkaar doorspelen in 4 uur. En dat is met alle mensen nog best wel een dingetje. 6e repetitie dus en alles begint langzaam op zijn plek te vallen. Dus dat is wel heel erg fijn en gaat de goede kant op. De band bestaat uit 8 man, een drummer, een bassist, 2 toetsenisten, 2 gitaristen, een akoestische gitarist en een percussionist. Straks hebben we 4 blazers, 15 zangers en zangeressen. Met een aantal speel ik al mijn hele leven, met de drummer en met de akoestische gitarist. En met de eerste toetsenist ook. En de andere mensen, daar speel ik niet zo vaak mee, dus dat maakt het alleen maar leuker. Ik ben Wibo, ik ben bassist en samen met Klaas en Albertus en Edwin organiseren we dit hele feest. Dat hele Night of the Hemel doen we al 10 jaar en we zochten geschikte opvolgers en daar voldoen ze eigenlijk heel goed aan. Klaas is een jongen die kan heel goed organiseren, goede muzikant natuurlijk. Hij schrijft ook alles uit voor iedereen, alle liedjes en dergelijke. Daarnaast is het gewoon een hele vrolijke gast en een leuke gast om erbij te hebben. Ik maak een sheet, een lead sheet zoals dat heet. Het is bladmuziek, maar dan voor de hele band. Dus alles staat in 1 partij. Dus akkoorden, accentjes. Je kunt zien hoe lang het intro duurt, wanneer de couplet begint. Soms zet ik ook van die afspraken in over waar een instrument erbij komt of wat er wel of niet gedaan wordt. Dan zet ik er kleine aanwijzingen in. Ik vind het nooit erg om sheets te maken. Ik vind het heel erg leuk om te doen eigenlijk. Gewoon leuk om er een beetje wetenschap van te maken. Ja, zo is het en zo is het eigenlijk. Dus het is een couplet en dan dat bridge tussen stukje, net als het intro, en dan heel 4 maten dan trrrr, sextobum.
You know what I mean. Een jongen die heel goed weet wat hij wil en waar het gewoon vooral heel prettig mee communiceren en samenwerken is. Hij staat open voor suggesties, hij is heel leergierig. Je merkt ook dat dit zijn ding is. Ja, dit is zijn passie en een beetje zijn roeping geloof ik inderdaad. Ja. Maar dit ligt hem helemaal in de breedste zin van het woord. Dus ja, we kunnen alleen maar daar heel positief over zijn. Ja. Ik ken Klaas eigenlijk vanuit niks. Ja. Vanuit het niks was je er vanuit het niks. Was je er een vanuit het niks kennen we Klaas. Ja. Toen ik op de middelbare school zat, ben ik met een aantal vrienden in Bolsward de band Niks begonnen. We zijn begonnen met covers en daarna hebben we ook eigen liedjes geschreven. En eerst heel veel hier in de buurt gespeeld, in Friesland. En later ook in de rest van Nederland wel. Nu ben ik vooral bezig met het organiseren van sessies, zoals bijvoorbeeld de Beatles Sessions. Dat het zou een tijdelijk project worden, maar daar spelen we nu nog steeds mee. Dat vind ik heel erg leuk om te doen. Gewoon er helemaal induiken en er dan voor zorgen dat het zo goed mogelijk gespeeld wordt. En ik geef ook les. Ik ben bandcoach. Ik begeleid jonge bands eigenlijk vanuit de oefenruimte naar het podium toe. En ik help ze bij het kiezen van repertoire. Hoe repeteer je? Waar let je op? En krijg ik heel veel energie van. Vind ik leuk om te doen. Ik heb Klaas leren kennen op de middelbare school. Daar heeft hij mij eigenlijk de muziek in getronken. En daar ben ik heel blij mee. Maar we zaten bij elkaar in de klas en toen hebben we veel muziek gemaakt. En dat doen we nog steeds. Hij heeft sowieso heel veel passie voor wat hij doet. En dat is niet alleen gitaarspelen, maar dat is ook gewoon het leiden van bandjes. Want de afgelopen projecten die ik met hem gedaan heb, had hij gewoon wel de leiding. Die neemt hij en dat neemt hij goed. Zo weet iedereen gewoon altijd wat hij moet doen. Je hebt te maken met heel veel mensen die meedoen. En dan, als er dan één iemand is die het hele plaatje onder controle heeft, dat is wel belangrijk en dat kan heel goed. Volgens mij is het een goede repetitie. Veel liedjes, dus wel enigszins haast. In ieder geval wel. Eens. We moeten de strakke planning ook aanhouden, maar het gaat goed. Ik ben de broer van Klaas. Klaas is een hele harde werker. Natuurlijk ben ik hem al gewend in onze beentjes en projecten die we eerder hebben gedaan. Maar dit is natuurlijk een stukje groter, een stukje meer met andere mensen en met veel meer solo-artiesten als het ware erbij. Nou, met een paar extra repetities erbij gepland zorgt hij er sowieso voor dat het gewoon goed voor elkaar is. Hij schrijft de sheets uit, hij maakt de planning op tijd. Hij zorgt er gewoon voor dat iedereen weet wat hij moet doen. Voor mijzelf bijvoorbeeld schrijft hij nog aparte sheets met een capo, zodat we toch even wat andere stemmingen hebben. Ik vind dat hij het erg goed doet. Hij is duidelijk en hij weet wat hij wil. En hij brengt het ook op een goede manier. Ja, gewoon een leuke jongen. Ja, ik ben blij dat het mijn broer is. Een van de liedjes die wij met Night of the Himmel gaan doen is Killing in the Name van Rage Against the Machine. Er zit een heel specifiek gitaargeluid bij, dus ik heb maar zo'n pedaaltje gekocht. Ik laat zo even zien wat hij precies doet en ik ga het solootje even oefenen, maar dit is het. De whammy.
We hebben nog 8 dagen tot naar de Emil en vandaag is de repetitie met de blazers. We hebben eigenlijk 2 repetities met de blazers, deze repetitie en de generale repetitie. En vandaag dan de eerste keer, dus alles komt vandaag voor het eerst samen. Kort, wat mij betreft doen we die breakdown. Gewoon jouw film. Ja, die breakdown is on cue. Alright. En dan zal de laatste keer zal waarschijnlijk wel weer 2 keer zijn, denk ik. Dat is wel logisch. Ja, precies. Ik ben de leider van de blazerssectie, de JF Horns. En we doen al een aantal jaar doen we dit project naar de Heermiel. En zo ken ik Klaas dus ook. Die deed eerst mee als muzikant en die is langzaam uitgegroeid tot grote organisator van het geheel. En Klaas is een heel enthousiaste, gedreven kerel. En dat merk je ook in hoe hij communiceert en hoe hij het aanpakt. Heel precies, zorgt dat alles van tevoren helder is. En ik merk het aan dat hij goed kijkt naar toonsoorten, naar versies, volgordes, beginnetjes, eindjes. Dat is voor mij ook heel belangrijk. Ik maak de arrangementen voor de blazerssectie. Dus ik wil graag van tevoren heel goed duidelijk hebben. Want zo vaak repeteren we niet mee. En met zo'n groot concert wil je natuurlijk alles wel even strak hebben. Dus ja, ik vind het heel prettig om samen te werken met Klaas. Klaas is een jonge bolzwarte muzikant waar wij allemaal heel erg trots op zijn. Zoals ik hem nu meemaak tijdens het Heermiel en de manier waarop hij dat organiseert, niet alleen maar muzikaal, maar ook zorgen dat de oefeningen lopen, dat de mensen er op tijd zijn en dat mensen ook niet te lang hoeven te wachten, dus dat ze weten wanneer ze er moeten zijn, want er zijn nogal wat muzikanten die eraan meedoen. Ja, dat doet hij hartstikke goed. Dat moet ik hem nageven. En het is ook nog ontspannen. Dus met andere woorden, er wordt wel wat van je verwacht. Maar ach, een geintje af en toe is ook heel leuk. En ja, Klaas is verder een enorm bezeten en bevlogen jongen in dit genre, in deze muziek. Dit is wat hij wil. En dat merk je aan. En daar geniet hij van. Hij staat eigenlijk constant te lachen in de oefening. We zijn vandaag in de Groene Weide in Bolsward. We gaan vandaag de generale repetitie doen. Ik ga vandaag extra letten op dat het voor iedereen duidelijk is waar we doorspelen naar een liedje en waar we even ruimte hebben om een gitaar te wisselen of dat de presentator iets gaat zeggen. Zodat het voor de band duidelijk is waar de rustmomenten zitten en waar we gelijk moeten. En ook voor de zangers en ook voor de blazers en voor iedereen. Dat is het belangrijkste vandaag. Voor de rest heb ik niet specifieke aandachtspunten, want alles is in principe al een keer gedaan. Dat is dus net onze generale repetitie. Alles is al opgeruimd. We zijn er klaar voor. Ging goed? Ik ben best wel moe nu, maar alles is goed gegaan. En nu gewoon nog 3 dagen. Het is vandaag dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagavond. Heel mooi weer komt eraan en hopelijk misschien wel 5000 mensen in het park.
Alright, ik ben nu in het park. Hier gaat het morgen gebeuren. Dat is het podium. VIP-deck, geluidsman daar morgen. Het ziet er echt super goed uit al. Super lekker gevoel dat alles nu gedaan is. Ook hier eigenlijk. Morgen is het zover. Heel veel zin in. Daar zijn we dan. Het gaat gewoon gebeuren vanavond. Heel veel zin in. Let's go. 3, 2, 1. Want, but you got to come home with me. I've got some good old loving and I got some moist soul. And when I get through throwing it on, you got to come back for more. Won't you come along with that mind? That ain't nothing but drugstore loving. Pretty little thing, let me light you, give a cuss to mama. I'm sure I had to handle now, it's a wrap. Speaks loud in words, and I'm a man of great experience. I'm your fast love for free. You can place your hand for me. Take my hand, don't be afraid, and believe every word I say. Top, super. Thanks man. Dat was echt fucking gaaf. Volgens mij ging alles zoals het zou moeten. En volgens mij hebben de mensen gewoon een topavond. Er waren meer dan 5000 mensen in het park.